En als zondag drinkdag was, we zijn gebroeders, zoals u ziet. We zijn gebroeders, zoals u ziet. En wanneer we konden zien, wanneer we konden weer zien. René. Slaap je al? Is het dan ochtend? Nee, je moet het licht nog uitdoen. Het is jouw beurt. Ik heb het gisteren toch gedaan? Ja, maar je moet het nog 1 keer uitdoen van vorige week. Toen was ik ziek. Toen mocht ik mijn bed niet eens uit. Nee, het is jouw beurt. Nee, niet eens. Het is jouw beurt. Jouw beurt. Het is jouw beurt. Jouw beurt. Jij doet het licht uit. Niet. Oh nee? Nou, dan blijft het maar de hele nacht aan, hè? Dat is lekker jammer voor papa. Brandt de hele nacht het licht voor niks. Kost hartstikke duur. Heeft hij de hele dag voor niks gewerkt. Nou, als je dat zo erg vindt, dan doe je het toch uit? Nee, ik doe het niet uit. Nou, ik doe het ook niet uit. Je hebt niks voor papa over, jij. Ik wel. Als ik later groot ben, koop ik voor papa een auto. Nou ja, en als ik later groot ben, dan koop ik voor papa een huis. Jongen, een huis. Ik koop voor papa een landgoed. Ik koop voor papa 2 landgoederen. Eén voor papa en één voor mama. En hou je kop. Een hectare. Hou je kop, ik kan niet slapen. En een vijver erbij. En een bambi-boerderij. En een stammetje huis erbij. Met een, zodat ze, als het winter is, kunnen gaan schaatsen op die vijver. Wat ga jij doen? Je bent toch niet blind? Ik ga plaat draaien. Voor ziek van je. Oh. Dan heb ik hier de plaat. Nee, blijf er nou af met je tengels, met je vette vingers. Ik heb hem zo vast toch aan de randjes. Dan geef je hier, René. Ik moet hem eerst even schoonmaken. Nee. Nee. Niet met die zure lucht van je. Dan begrijp je hier nou voorzichtig, René. Het is mijn enige en Olympische Spelen. Een mooiste plaat. Blijf het toch af. Hij zit vol met krassen. Dat is jouw schuld. Welke kant zal ik opzetten? De mooie kant? Of de eng, gemeen en zielige kant? De eng, gemeen en zielige kant. Dan moet je het zelf weten. Het verhaal van 2 broers die verdwaald zijn in een oerwoud. Die ene die is in zijn been gebeten door een sabeltandtijger. Zo hier, daar. Die dat vlees er zo uit gaat beten, zodat de botten en het bloed eruit spuit. Je hoort hoe die jankt. Nou komt dat mooie gedeelte. Zien ze opeens, door een open plek in het bos, zien ze een vlakte. Met daarachter een stad zo mooi als nog nooit door mensenogen ooit aanschouwd. Hij denkt, in die stad is vast een ziekenhuis. Daar vind ik een dokter en die kan het been van mijn broer er weer aannaaien, weet je wel. Zo met zo'n naald, zo in dat vlees. Zo vreselijke pijn. Maar het moet voor zijn eigen bestwil. Dus hij tilt zijn broer met zijn laatste kracht op zijn rug. Scheurt dat been nog een stukje uit. Hangt het nog maar aan een velletje. En zo loopt hij langs het ravijn. Waar beneden allemaal ratten en glas en snot ligt, lopen ze de open vlakte in. Maar ze hebben niet in de gaten dat helemaal geen vlakte is. Het is een moeras. Want ze zakken steeds verder weg. Die ene zegt, Gooi me eraf, want ik ben te zwaar. Nee, samen uit, samen thuis. Ook al ben je nog zo zwaar, heus ik draag je tot het einde, stap voor stap, van hier naar daar. Duurt niet lang meer of we zijn zingen als Danny de Beus, ik draag je tot het einde, stap voor stap, van hier naar daar, duurt niet lang. Dat lijkt wel Frank Boeien. Frank, als wij zo mooi kunnen zingen, hè? Dan zouden we eigenlijk van die stomme school af moeten. Dan zouden we naar een school moeten gaan voor bijzondere kinderen. Ergens in de bergen van Zwitserland, waar nog frisse lucht is. Bij de kinderen van Prins Claus. Er wordt gebeld. Er wordt geroepen. Nee, we staan er vol met mensen. Ze staan er voor de deur te dringen. Horen ons natuurlijk zingen. Wie is die man die daar staat? Die man, die ken ik van een plaat. Hij heeft zo'n vriendelijke laag. Dat is André Haas. Hij had het wel gedacht. Dat zijn allemaal beroemde mensen. Is dat een misbouwman daar? En die vrienden. Dat koningin Beatrice. Kijk in de band. Wie is die man die zwaait met al die centen? René, dat is Joop van der Ende van de televisie. Ergens waar het rustig is. En nog frisse lucht. Ja, want papa houdt zo van rust en frisse lucht. Op de Zuidpool. Meneer Van der Ende, als u het nu opneemt, dan doen we het nu op ons mooist. Kunnen we dan straks meteen even afrekenen? Waarom is het licht nog aan? Hé? Waarom hebben jullie je pyjama's niet aan? Hé? En wat doet die pick-up op jullie bed? Welke pick-up, papa? Die pick-up, ja. Oh. Dat pick-upie. Ja, dat pick-upie. Ja. Hoe vaak heb ik jullie niet verboden om nog zo laat met zo'n pick-up te spelen? Hè? We konden nog niet slapen, pap. En toen dacht ik een beetje muziek, dan... Ja, ik heb hier genoeg van. Weet je dat? Morgen gaat die pick-up bij de vuilnisbak. Ja, maar pap, dit is mijn pick-up. Ik zal het nooit meer doen, pap. Is het afgelopen, pap, Frank? Ik was het vergeten. Hè? Is het nou afgelopen? Stil! En er wordt geslapen. Ja? Als we het nooit meer doen, pap, mag het dan nog één keer? Koppen dicht. Anders gaan jullie met de blote voeten op de kokosmat. Minstens een half uur. Begrepen? Ja. Als hij deze pick-up bij de vuilnisbak zit... Vuilnisbak. Als die pick-up bij de vuilnisbak zit... Dan zet ik die TV ook bij de vuilnisbak. Ja, met de kleuren erbij. Als hij deze pick-up bij de vuilnisbak zet, dan zet ik zijn postzegelverzameling ook bij de vuilnisbak. Als hij dit pick-upje, ja, als hij dit pick-upje bij de vuilnisbak doet, ja, wat dan? Dan zetten we zijn auto ook bij de vuilnisbak. Ja, maar die staat toch altijd al bij de vuilnisbak? Ja, maar ze vergeten hem altijd mee te nemen. Nee. Weet je wat we moeten doen? We moeten hem verstoppen. Want als papa dat pick-upje niet meer ziet, dan vergeet je het misschien. Ja, we moeten hem verstoppen. Maar ja, waar verstop je nou zo'n pick-upje? Onder het bed. Nee, want hij stofzuigt altijd onder het bed. Ja, in de televisie. In het bed. In het bed. In het matras. Hier, gewoon openmaken. Ja, maar schaam. Zo, even zo. Kan niet, moet zo. Zo. Moet jij even je kussen pakken. Dit eruit. Ja, we moeten het even het spul wegbrengen. Dat doen we gewoon in je kussen erbij. Oh ja. Nee, in je kussen erbij. Jawel. Nee, dat mag er niet bij. Dan moet ik eerst verstoppen. Ja, maar waar verstop je dat dan? Ja. Oh, verstop het maar op een plaats waar papa nooit kijkt. Ah ja, een plaats waar papa nooit kijkt. Een plaats waar papa... Ik heb het verstopt op een plaats waar papa het niet, er niet bij kan. Oké, nou gauw het bed. Want als papa nou kwaad wordt, dan staan we minstens voor 2 uur op de kokosmat. Ja. Waar heb je het eigenlijk verstopt? Ik heb het op een plek verstopt waar je het nooit vindt. Maar waar? In het... Schiet! Dat komt er goed aan, man! Wie heeft die rotzooi in die toilet? Godverdorie! Dat gaat weg naar het dood in mijn stoffen! Ah, de boel staat hieronder! Het kreet! De vaste voeren! Verderring! We zijn gebroeders, zoals u ziet, we zijn gebroeders. 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 Ach, krijg jij helemaal de pukkeltjes in. Oh, jij hebt nog wat van mijn tappenstag genomen. Ellendige sproeten heb ik het daarvan voor. Helemaal niet. Er is altijd neuspullen in mijn koffie te doen.